De oorlog is op een keerpunt gekomen. De oorlog door Duitsland ontketend heeft, trots de geweldige successen op alle fronten geboekt, geëvolueerd op zulke wijze dat Duitsland zelf bij de keel gegrepen is. Duitsland staat voor de keus miljoenen legers in lijn te brengen, maar ten koste dan van de oorlogsnijverheid. Ofwel, de oorlogsnijverheid op peil te houden ten koste van de totale militaire inspanning. De landen die zich aan meneer Hitler hebben verhuurd, hebben er reeds genoeg van. Ze zouden wensen een contract op te zeggen. Langs die kant zal het voor Duitsland moeilijk vallen de talrijke divisies te wissen die de dood in Rusland zonder genade opeist op een steeds sneller ritme. Dus moeten er meer soldaten in Duitsland zelf ontdekt worden. De lege plaatsen in de Duitse fabrieken moeten door vreemde arbeiders aangevuld worden. Goesting of geen goesting, al de bezette volkeren zullen er moeten aan geloven. Dat gevaar staat voor de deur. Dat gevaar is dichter bij ons dan zekere denken. Duitsland ziet geen andere oplossing. En het Duitsland van Hitler zal op zijn Hitlers doen wat het Duitsland van 1916 op zijn keizers gedaan heeft. De verplichte arbeidsdeportatie invoeren. Duitsland zal u tegen uzelf doen vechten. Tegen uzelf doen arbeiden. Gij moogt, gij zult u daartegen verzetten met alle middelen. Met alle beschikbare middelen die gij te uw beschikking hebt. Tegen de overmacht kunt gij niet op. Maar al de fasen van het lijdelijk verzet moeten door u uitgebuit worden. Wapens kunnen tegen uw lamlendigheid niet op. Wapens kunnen niet verhinderen dat ge onwel wordt, ziek, onbekwaam tot werken. Wapens kunnen niet voorkomen dat machineonderdelen onklaar komen, dat kapitale machinedelen breken enzovoort. In één woord, wapens kunnen het niet halen tegen uw geest, die op vindingrijke wijze gescherpt is op de gedachte van elke dag, van elk uur, van elke minuut, zo weinig en zo slecht mogelijk werken voor de Duitser. Verder hebt ge nog één taak, een kleine, geringe taak, en die je met plezier zult vervullen. Geen Duitse man, geen Duitse vrouw ziet u graag komen. Want voor elke twee of drie vreemdelingen die in Mofrika binnenkomen, gaat er één Duitser buiten om nooit terug te komen. Hij vertrekt naar het Russisch front en zal er blijven voor eeuwen. Geen vreemde arbeider gaat graag naar Duitsland. Niemand houdt eraan tot slaaf en slavenarbeid vernederd te worden. En daarbij, heel hard kunt ge niet werken, want ge kunt er niet meer tegen, ge zijt onder voet. Vertelt in enkel die twee puntjes. Het zal effect maken en het moraal van de Duitsers, dat al zo gezonken is, onder het vriespunt brengen. Wat goed is voor ons allen. Dank u.